Dit is Jamie uit de Nijmeegse wijk Meihorst. Zondag werd hij 17 jaar. Het is misschien wel de laatste verjaardag die hij meemaakt. Jamie lijdt namelijk aan tubulinopathie, een zeldzame en ongeneeslijke ziekte. Om deze verjaardag er een te laten zijn om nooit te vergeten, heeft wijkbewoner Remy iets geregeld met motoren. Veel motoren, want daar houdt Jamie van. Net buiten de wijk komen alle motorrijders bij elkaar. Remy, wat een mooi initiatief. Wat heb je georganiseerd? Ik heb vandaag georganiseerd op Jamie's verjaardag. Dat een hele grote stoet komt. We gaan hem gewoon blij maken vandaag. Ja. En dat wil ik voor hem, snap je? Hij verdient dat. Het is een stoet vol met motoren en een vrachtwagen. En waarom? Ja, het doel hiervan is... Eigenlijk, het is een verrassing. Daar kan ik niet zoveel zeggen, maar het is een verrassing voor de ouders. En ook voor hem. Dus mensen kunnen ook geld doneren ter ondersteuning van Jamie. En waarom hebben ze het geld zo hard nodig? Ik ga zelf een invalide busje kopen voor de ouders. Dan kunnen ze hem zelf ophalen, terugbrengen wanneer ze dat willen. Snap je? Want nu zijn ze afhankelijk van de taxi en het is niet te doen. Het is veel te duur. En dat busje geeft hun dus eigenlijk de vrijheid om nog leuke dingen met hem te doen. Ja. Ja. En wat betekent Jamie voor jou? Hij is mijn maatje. Snap je? Hij is mijn maatje. Ik zie hem gewoon als mijn kleine broertje. Ja. Ik kom puur uit mijn hart. Alles voor hem. Snap je? Ja. Hey, en je hebt allemaal motoren. Zijn dat allemaal vrienden van je? Iedereen is welkom. Snap je? Ja. Iedereen is welkom. Ik wil hem gewoon blij zien. Snap je? Ja. Het is puur voor zijn verjaardag. We zijn ondertussen in de Meihorst aangekomen en zoals je ziet is de hele buurt uitgelopen om te komen kijken naar de grote verrassing van Jamie. Hij zelf zit eerste rangs klaar voor wat er gaat komen. Alsof de verrassing nog niet groot genoeg was, verscheen er ook nog een drumband die Jamie en zijn gezin de straat door begeleidde. Aan de andere kant, waar alle toeschouwers inmiddels zijn verzameld, werd voor hem gezongen en stond een bijzondere taart klaar. Niet alleen ik spreek uit de naam van ons allen, ook uit de naam van Jamie willen we jou enorm bedanken, Jamie. Jij bent de grootste voorbeeld van heel Nederland hoe het wel kan. Het feestje gaat hier nog wel eventjes door. Er is volop taart en andere lekkere dingen. Het is in ieder geval een feest om nooit te vergeten. En ook wordt er nog met de collectebus rondgegaan voor de rolstoelbus waarvoor ze aan het sparen zijn.